Het was het grootste transfernieuws van deze zomer: Eva Jinek, die de overstap maakt van RTL4 naar de publieke omroep. Ze is hoogzwanger, staat op het punt van bevallen, heeft dan nog even verlof en gaat dan na de jaarwisseling aan de slag voor Avrotros. Vooralsnog nemen de meeste kenners aan dat ze een 7-uur talkshow gaat maken. Een ramp voor RTL4 dat Eva vertrekt? Niet echt, er blijven drie talkshow-hosts over, waarvan twee met charisma. Bo van Dorens en Humberto Tan willen echter niet al te veel maanden op de late avond zitten en Renze Klamer wil je als tv-zender nou ook weer niet als het uithangbord van je opiniehoekje. Angela Groothuizen gaat Eva in elk geval niet echt missen. Ze bekent dat ze haar ongelooflijk vaak wegzapt. Soms pik ik ook nog een stukje jinek mee. Maar dat zet ik vaak snel af, want ik lees elke dag veel kranten en de meeste onderwerpen waarover wordt gesproken, heb ik dan al gelezen, zegt ze in de tros kompas. Wat kijkt Angela dan wel? Het journaal Soms First Dates en De Droom van de Jeugd. Die laatste serie neem ik op, waarna ik vervolgens vergeet te kijken. Maar dat is niet erg, want dan kan ik het later binge-watchen. Haar favoriete programma is Kamp van Koningsbrugge. Dat vind ik fantastisch. Laatst verscheen er op internet een filmpje waarin ik vertelde dat ik mee zou willen doen, maar dat is dus niet waar, kom op zeg. Ik zou het bovendien niet eens volhouden. Hoe verschijnt zo'n bericht dan op websites als RTL Boulevard? Men heeft zitten knippen en plakken met een antwoord dat ik op een andere vraag gaf, het is dus een zogeheten clickbait.